Welkom bij Boerenbusiness TV. En als Boerenbusiness organiseren wij op woensdag 18 december in Amersfoort het Nationaal Economisch Landbouwcongres. En een van de sprekers daarbij is Cor Pierik, hoofd landbouw van het CBS. En hij is hier in de studio. Cor, welkom. Ja, dankjewel. Het thema van het Nationaal Economisch Landbouwcongres is ondernemen in een ander klimaat. En dat is eigenlijk een metafoor voor alle uitdagingen en veranderingen die agrarische ondernemers te wachten staan. Ja, hoe ga jij er invulling aan geven op het landbouwcongres? Nou ja, op dit moment zijn nog heel wat collega's bezig om allerlei berekeningen te maken en zo, dus ik kan er nog niet alles over vertellen. Maar wat we zien is natuurlijk dat de Nederlandse economie, de Nederlandse landbouweconomie, op weg is naar steeds meer sluitende kringlopen. En op het congres probeer ik wel aan te geven van waar we nu staan als het gaat om het sluiten van kringlopen. En dan moet je denken aan de energiekringloop, of dan moet je denken aan de stikstofbalans of de handelsbalans. En er zijn natuurlijk heel veel balansen die aangeven van waar de Nederlandse economie nu staat. En daar proberen we wat over te vertellen. Nu is kringloop in de hedendaagse discussie om stikstof en dat soort dingen natuurlijk wel een beetje een beladen begrip geworden. Het is beleid van landbouwminister Carole Schouten, kringlooplandbouw. Maar is het eigenlijk helemaal nieuw? Nee, zeker niet. Ik denk dat Carola Schouten het echt heel stevig heeft geagendeerd de laatste jaren. Maar ik heb rapporten gelezen van 20 jaar geleden waar ook al uitgebreid gesproken werd over kringlooplandbouw. Dus het is zeker geen nieuw fenomeen. En zonder uiteraard, want je geeft al aan, de collega's zijn al druk aan het rekenen. Wat kunnen mensen die op het landbouwcongres willen komen verwachten? Ja, dus die kunnen verwachten van op verschillende thema's van duurzaamheid, waar we nu staan als het gaat om die kringlooplandbouw. Dus is het zo dat we als het gaat om het gebruiken van energie steeds efficiënter worden? Als het gaat om de productie van elektriciteit, is het zo dat landbouw meer produceert dan consumeert? Heel veel van die balansen en ook de handelsbalans van wat is nou eigenlijk de importafhankelijkheid van allerlei landbouwproducten? Wat is de exportafhankelijkheid? Wat wordt er verkocht op de binnenlandse markt? Wat wordt er verkocht op de buitenlandse markt? Dat zijn allemaal bespiegelingen die toch wel iets vertellen over in welke mate we toe kunnen werken naar een kringlooplandbouw. Het is misschien een beetje een open deur als het nu zo jou vraagt, maar gaat dit nieuwe inzichten bieden in de discussie? Vast wel. Tenminste, ik moet nog de jongste cijfers zien, maar ik ben er echt van overtuigd dat een aantal collega's met berekeningen komen die duidelijk maken van in hoeverre die kringlooplandbouw mogelijk is en hoeveel jaren we daarvoor nodig hebben. Dus is dat bij wijze van spreken in 2030 realistisch om te veronderstellen of moeten we daar toch wat meer tijd voor uittrekken? Oké. Nou, we gaan het horen, Cor. Dank voor dit gesprek. Wilt u Cor Pierik ook horen op het Nationaal Economisch Landbouwcongres? Dan kunt u kaarten bestellen en het hele programma zien op landbouwcongres.nl. Tot de volgende keer.